Ik ben Kees en ik ben gek op de natuur en alles wat erin leeft. Daarom reis ik de hele wereld over, op zoek naar de meest bijzondere dieren. Welkom in mijn wereld, Kees Wilde Wereld. Ja, goedemiddag, hier zijn wij weer met de avonturen van Kees Vonk. Weg met die tas. En we gaan weer op zoek hier in de wildernis van de Goeree of we nog wat bijzonders kunnen tegenkomen. Wat nou weer? Ik wil even serieus op werk blijven. Ik was er net daar al een paar tegengekomen en ik vermoed dat ik hem hier ook nog wel ergens vind. Hij komt. Blijf maar staan. Ja. Ik denk hij neemt een andere positie in. En het zijn hele bijzondere planten. Je kan ze vaak wel in de dierenwinkel. Holy moly, daar staat er een! Kijk! Dat is een hele mooie cactus. Hele mooie bolvormige cactus. En een cactus die heeft allemaal stekels. Is dat daar goed? En ze houden heel veel water en vocht vast. En die stekels zijn heel belangrijk, want die beschermen ze tegen de zon. Maar ook tegen de dieren, want dan kunnen de dieren de cactussen niet opeten. Hè? Want dat doet natuurlijk zeer als je er een hapje van wil nemen. En cactussen groeien voornamelijk in de woestijn. En omdat het in de woestijn altijd droog is, kunnen deze planten gewoon overleven. Want als het een keer regent of als ze een keer vocht krijgen, dan nemen ze alles tot zich op. En daarom zit een cactus vol met water. Nou jongens, dit waren de avonturen weer van Kees Vonk. Laters. Auw! Ja, ze zijn nog scherp ook, zeg. Ik ben Kees en ik ben gek op de natuur en alles wat erin leeft. Daarom reis ik de hele wereld over, op zoek naar de meest bijzondere dieren. Welkom in mijn wereld, Kees Wilde Wereld.